Er staat, trek je nergens iets van aan in meditatie. Het woord dat hier wordt gebruikt is het Thaise woord tsui. En voor diegenen die bekend zijn met mijn lessen, die kennen dat woord misschien wel. Tsui betekent in meditatie, betekent dat dat je dus nergens iets van aantrekt. Dat je de dingen laat gebeuren. En ik gaf dat mede-beoefenaar Jean-Pierre, die heeft dat ooit gelatenheid genoemd. Ik vond het wel een mooie woordkeuze. Ja. En ontspan je op een aangename manier. Dat zegt, dit is allemaal een citaat van Lompal Dhammachayo, onze abt in Thailand. En dan gaat hij verder. Je geest zal vanzelf meer verfijnd worden door je lichter en vrediger zult voelen. Dit is niet alleen maar een uitdrukking. Lichter is ook letterlijk lichter. Niet dat je nu misschien op de weegschaal minder gaat wegen of zo. Maar je voelt je ook letterlijk lichter. Dat is echt een duidelijke ervaring in meditatie. En dat is denk ik ook wel enigszins wetenschappelijk te verklaren. Omdat je als het ware je hele lichaam reageert op de meditatie. En daardoor merk je dus dat je lichaam in feite de spanning gewoon een groot deel wegtrekt. En je voelt je gewoon een stuk lichter daardoor. En dat is dus eigenlijk een belangrijke uitspraak hier. En dan zegt hij iets wat ik een beetje moeilijk kan vertalen, maar ik zal het proberen. Onderhoud deze toestand. Dus daarmee bedoelt hij zorg ervoor dat je hier weer naar terug kunt keren of dat je erbij kunt blijven. En dan zegt hij, dit zijn de vruchten van het mediteren. Dus onderhoud deze toestand, blijf erbij of keren weer vaak naar terug. Want dit zijn de vruchten van het mediteren. Als je mediteert en je voelt je depressief en zwelgt in je lijden, dit is echt letterlijk vertaald, dan helpt dat niets. Ja. Dus als je denkt dat alleen Nederlanders en Belgen zwelgen in hun lijden, vergis je niet, ook de Thai doen dat. En Geertje, ik zet je even uit, want het is wat lawaai. Als je mediteert en je voelt je depressief en zwelgt in je lijden, dan helpt dat niets. Ontspan je, wees monter en onbevangen. Ook dit is een beetje moeilijk te vertalen. In het Thais gebruiken ze, vreemd genoeg, het Engelse woord innocent. Innocent. En dat betekent niet hetzelfde als in het Engels onschuldig. Maar het lijkt een beetje op. De betekenis van het woord innocent in het Thais is onbevangen. Dus je wees monter, wees helder van geest, wees vrolijk en onbevangen. En je wensen zullen vervuld worden. En zullen vervuld zijn. Dus wat hier Lompal mee bedoelt is dat tijdens de meditatie soms de veranderingen plaatsvinden. Lichamelijk en ook geestelijk. En hij zegt dat het belangrijk is om onbevangen te blijven. Dat je altijd bereid bent de verandering tegemoet te gaan. En dat het ook kan dat die verandering weer verdwijnt. En dat is ook onderdeel van het proces. Ik zeg zelf graag altijd, meditatie is net als dat je een berg beklimt. En het kan zijn dat je soms weer een stukje naar beneden valt en dat je weer op een ander deel van de berg naar boven gaat. Als iemand wel eens een berg heeft beklommen, dan komt dat misschien bekend voor. Dan zal niet zo snel naar beneden vallen, maar het kan natuurlijk zijn dat je een keer het pad kwijtraakt en dat je weer een stukje teruggaat en dan uiteindelijk weer opnieuw de weg terugvindt. Ook kan het zijn dat iemand anders op een andere kant van de berg naar boven gaat. En dus kun je bijna nooit elkaars ervaringen vergelijken, omdat we toch in het begin van meditatie, vooral in het begin, heel anders zijn in onze ervaringen. En naarmate we in onze meditatie meer ons ontwikkelen, dan worden de ervaringen vergelijkbaar. Maar niettemin is het nooit echt zinnig om je ervaring te vergelijken met anderen.
Want ja, het is, elk mens heeft weer zijn eigen unieke pad. Klinkt dat als een cliché? Het is toch waar. zijn hier nog vragen over? Zal ik er nog één keer helemaal voorlezen? Ik hoor geen bezwaar, dus ik zal maar. Trek je nergens iets van aan in meditatie en ontspan je op een aangename manier? Je geest zal vanzelf meer verfijnd worden, waardoor je lichter en vrediger zult voelen. Onderhoud deze toestand langdurig en keer er steeds naar terug, want dit zijn de vruchten van het mediteren. Als je mediteert en je voelt je depressief en zwelgt in je lijden, dan helpt dat niets. Ontspan je, wees monter en onbevangen en je wensen zullen vervuld zijn. Dit is een ander...